Eerst naar onze Frank. Een noodkreet vanuit onderwijsland richting minister Dijkgraaf. Want terwijl ze op het basisonderwijs zo'n 80.000 achtste groepers zitten nagelbijten voor de uitslag van hun centrale eindexamen, kan het hoger onderwijs het maar niet eens worden over hun meetlat al daar. En dat is het bindend studieadvies. Daar wil minister Dijkgraaf namelijk wat aan doen. Die mag volgens de D66er wel wat omlaag. Slechts de helft van de studiepunten in de eerste 2 jaar. Om daarmee wat druk van studenten af te halen. Maar die lat lager leggen, daar zien veel universiteiten niets in. Daar gaat het al een tijdje over. En vanochtend komen ze in de Telegraaf met een ingezonden brief. De rectors van 14 universiteiten, de studentenraden van 4 instellingen en ook nog een groep wetenschappers. Allemaal geven ze een onvoldoende voor de BSA-plannen van dit kabinet. Ook Tweede Kamerlid voor de VVD en onderwijswoordvoerder Hatte van der Woude zegt in de NRC dat ze het hier niet mee eens is, dat die lat niet omlaag moet. Wij spraken zojuist even met de vertegenwoordiger van de koepel van universiteiten. De minister wil met deze plannen het studentenwelzijn van studenten verbeteren. Maar wij denken dat het juist de stress niet zal verlagen, maar zal verleggen naar een later moment in de studie. Ons alternatief is om op de universiteit zelf dat studenten en docenten samen bepalen wat de norm van het binnenstudieadvies zal zijn. Wij hopen dat de minister alsnog naar de studenten en medewerkers luistert die aangeven dat het verlagen van het binnenstudieadvies geen goede effecten zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk op de universiteit. Ja, Willem-Jan Ausma, de helft van de studiepunten halen in 2 jaar. Dat is misschien ook wel heel vrijblijvend. Hè? Begrijp je die universiteiten? Aan de ene kant begrijp ik ze. Aan de andere kant zie ik ook hoeveel jongeren worstelen met hun studie. Je moet leren studeren. En vervolgens ook nog bepalen of je de goede keuze hebt gemaakt. En daarna word je keihard afgerekend op cijfers. En wat ik zou bepleiten is meer die persoonlijke aandacht. Dus meer decanen die ook met iemand in gesprek gaan van: heb je de juiste keuze gemaakt? Wat kun jij verbeteren aan je studieresultaten? Of zit je hier gewoon maar te zitten? Eigenlijk heb je helemaal geen zin om te studeren. Maar ja, het is wel makkelijk. En het is makkelijk om op zo'n manier je leven een beetje te vullen. En vervolgens geen klap uitvoeren. Dat is heel erg lastig om daarin op een juiste manier die mensen te stimuleren om goede keuzes te maken. In plaats van het allemaal weer in regels en prestatie af te meten. Ja, dus het zou wat dat betreft wel iets omlaag mogen, maar het hoeft misschien niet de helft van de studiepunten in 2 jaar te zijn. Wat vind jij niet? Ik dacht de helft in 1 jaar en je propenduis in 2 jaar. Maar misschien is het, nog zwak, want de helft in 2 jaar klinkt wel heel magertjes. Maar ja, ik heb zelf ook te maken gehad met een binnenstudieadvies. Voor mij was het een goede stok achter de deur. En ik kan me ook voorstellen dat als je hem te laag... Ik kan me de afweging heel goed voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je hem te laag zet, bijvoorbeeld, dat je dan met een beetje risico mensen misschien 2 jaar aan het lijntje houdt. Terwijl dan uiteindelijk alsnog blijkt dat het niet, dat niet de juiste opleiding voor hen is. En dan wil je hen eigenlijk liever in het eerste jaar op de deur wijzen. Ook in hun belang. Ja. Maar ja, het is wel een lastig dilemma. Ja, laatste woord zal er ongetwijfeld nog niet over gezegd zijn.